Ja, wat ik zeg, ik ben Jaap Hansveld, collega van Hans, maar dat doet er voor de rest niet zoveel toe. Hans Knotter is bij ons specialist waterkeringen en houdt zich veel bezig met de calamiteitenorganisatie. Die is er de coördinator van. En hij zal jullie vanmiddag meenemen in hoe het bij Rivierenland loopt. Dus het woord is aan Hans Knotter. Dankjewel Jaap, ook specialist waterkeringen, mijn collega direct. Nou, ik wil jullie wat vertellen, even meenemen in ons dijkleger. En ik heb even een korte inhoud. Ik begin even een korte schets te geven voor mensen die ons waterschap niet kennen, hoe wij georganiseerd zijn tijdens een calamiteit, met name hoogwater. Daarna neem ik jullie een beetje mee hoe schade gemeld worden vanaf de dijk. Voor een aantal mensen binnen ons dijkleger die geen specialist zijn, is het moeilijk om een urgentie te bepalen. Nou, we hebben een bepaalde urgentiebepaling ontwikkeld. Daar hoort een analyse bij. Vervolgens ga ik heel kort in op een uitvoering van de maatregel. Daar hebben wij werkinstructies voor. En daarna, we praten over leken. We hebben een grote organisatie en allemaal leken. Nou ja, die moeten opgeleid worden, die moeten geoefend worden en getraind worden. En ik wil niet alleen brengen, ik wil ook wat halen van jullie. Dus ik hoop dat jullie ook wat mee kunnen discussiëren op een aantal stellingen die ik op het eind wil deponeren. Je mag natuurlijk ook vragen stellen. Mag ook tussendoor, maakt mij niet uit. Onze calamiteitenorganisatie. Nou, mensen in het waterschapswereld of het calamiteitenland kennen deze opzet misschien wel. Beleidsteam, operationeel team en een actieteam. Dat zit op ons kantoor in Tiel, ons hoofdkantoor. En we hebben ongeveer 550 kilometer waterkeringen tijdens een hoogwater te bewaken. Hebben we een zestal dijkposten. Nou, daar zoom ik dus verder op in, want dat is onze dijkbewakingsorganisatie. Nou, dit is ons beheergebied. Ziet hier de zes dijkposten. Even voor jullie begrip, deze is rivier. Vanaf deze lijn praten we over een deltagebied. Dus die dijkpost 6 met name is delta en rivier. Die kunnen op de beide hoogwaters krijgen. Ons grootste dijkpost heeft 150 kilometer waterkering. En de andere rond de 70, 80 kilometer waterkering. Dan ga ik naar een dijkpost. Nou, de bezetting van de dijkpost is... Nou, een hoofddijkpost hebben, die coördineert de dijkpost, die stuurt aan. Hij wordt daarbij ondersteund door twee technische mensen, dat zijn de wachtcommandanten. Die lopen op de dijk, die analyseren en beoordelen de meldingen. En op de kantoor, op de dijkpost zelf, zitten twee administratieve ondersteuners die de meldingen van onze patrouillelopers aannemen. Die zie je hieronder. Bij dijkpost hebben we 4 tot 8, 9 patrouillevakken. Een patrouillevak wordt bemenst door een waterschapsmedewerker in principe en een externe vrijwilliger, bewoner. Een lokaal iemand die langs de dijk woont. Daarnaast hebben we verschillende waakvlamovereenkomsten afgesloten met aannemers uit de regio. Die voeren de maatregel uit. Dus wij voeren zelf geen maatregel uit. Van dichtzetten tot coupures of aanleggen van bermen, zandzakken leggen, daar zijn de aannemers voor. Zetting. Dan ga ik even in op de schademelding. Nou, een patrouilles lopen op de dijk, die signaleren een schade. Die melden dat aan een dijkpost. Op de dijkpost vindt een afweging plaats van de melding. In sommige gevallen is het een complexe schademelding. Moet het naar specialisten in het actieteam Tiel. Die geeft dan door wat hij moet doen. De maatregel door aan de dijkpost. En de dijkpost voert in principe de maatregel zelf uit. De aannemers. Dan ga ik er even doorheen. Dit gaat even vlot. Een schademelding, hoe gaat dat? Nou, dit zijn onze patrouillelopers op de dijk, rijden in een auto. En je ziet een schadebeeld. Nou, bijvoorbeeld een erosie van de buitentoluut. Nou, onze patrouilleloper, ze doet het natuurlijk waarschijnlijk niet op deze manier. Maar dit maakt voor een foto geeft wel een leuk beeld. Die registreren alle de relevante gegevens van dat schadebeeld. En dat vullen ze in een schaderegistratieformulier. Dit registratieformulier is samengemaakt met onze dijkspecialisten. Onze geotechnici in samenwerking met Deltaris. Alle relevante gegevens die mensen buiten kunnen zien en op kunnen meten, kunnen ze hier met name in klassegrenzen aangeven wat er aan de hand is. Nou, een hoop van die vragen. Uiteindelijk als ze daarmee klaar zijn, dan staat hier ook, nadat je het ingevuld hebt, ga je... de dijkpost bellen. We hebben een 7 of 8 schaderegistratieformulieren. Puur voor de dingen die je ziet. Dus we praten over leken. Mensen die normaal op kantoor zitten of bewoners zijn.
die moeten nu op de dijk lopen en zaken invullen. Dus we proberen het zo simpel mogelijk te maken. Dus men ziet een beschadiging en we pakken het formulier beschadigingen. Nou, vervolgens bellen we de schade door aan de dijkpost. Op de dijkpost, en daar zitten onze technische administratieve ondersteuners die de schade in ontvangst nemen. Oké, nou, een hoofddijkpost, je hebt ze gezien, we hebben misschien wel 7 patrouillelopers, die kan op hetzelfde moment een x-aantal meldingen krijgen. Maar welke melding moet hij nu als eerste oppakken? Want er staat er al eens geen specialist en hij weet op zich niet welke hij eerst moet doen. Nou, daar hebben we een urgentiebepaling voor bedacht. Je hebt net gezien die categorie hè, van een scheur bijvoorbeeld. Je kan dat indelen in, je kan er punten aangeven. Begrijp hoe groter een scheur wordt, hoe ernstig eigenlijk de scheur zou kunnen zijn. Nou, als er water uit de scheur komt, ja, dan is het wel vrij ernstig. Nou, zo kan je dus voor alle vragen kijken naar de ernst voor een bepaald faalmechanisme. En uiteindelijk kan je door al die scores bij elkaar optellen, een totaalscore krijgen van een schadebeeld. Vervolgens delen we die in urgentieklasses en dan met deze manier. Hoe hoger dus de score is van een formulier die in de hoofddijkpost krijgt, hoe eerder hij dat formulier gaat pakken. In het verleden was het zo, hoe harder een patrouille schreeuwde, ongeacht wat verschadigd was, hoe eerder hij werd behandeld. Maar tegenwoordig proberen we het op deze manier wat beter aan te pakken. Nou ja, daarvoor moet onze technisch administratief ondersteuner, we hebben net gezien, die vult een gebeurtenissenformulier in. Wij noemen dit een gebeurtenis omdat dat het vervolgtraject in Vliwas, het programma wat wij gebruiken, ook een gebeurtenis heeft. Vandaar dat wij hier een overgang maken. Die vinkt alles aan wat ook precies door de patrouilleloper is aangevinkt. En uiteindelijk krijgt hij daarmee een totaalscore. Maar je wil niet vermoeien hoe dat verder allemaal opgeslagen wordt. In dit geval geeft 28, dus dat is een ernstige schade. Ja, de hoofddijkpost gaat ermee aan de slag. Hij gaat hem bekijken, de melding. En het eerste wat hij moet weten, of hij naar het WAD moet, of hij met die melding, of dat hij zelf de maatregelen kan staan uitvoeren. Nou, wat gaat de hoofddijkpost vervolgens doen? Die gaat een analyse uitvoeren. In eerste instantie stuurt hij de wachtcommandant naar een locatie toe. Zeggen we hebben te maken met leken. En misschien wil de hoofddijkpost toch wel van een deskundige, min of meer deskundige, toch wel wat andere beeldzaken krijgen. Nou ja, hij kan in ieder geval kijken wat vervuilmechanisme speelt een rol. Hij kan zelf een inschatting maken. Hij kan kijken of er al maatregelen genomen zijn of moeten worden direct. Nou, vervolgens kan hij kijken naar, als hij een maatregel heeft bedacht, wat zijn de gevolgen dan van de maatregel? Nou, je ziet hier, als de kosten van een maatregel boven de 50.000 euro gaan liggen, dan mag hij daar zelf geen beslissing meer over nemen. Dan moet hij dat even ter goedkeuring vragen aan het hoofd WAD. Nou, zo zie je dus juridische consequenties van de maatregel. Bijvoorbeeld, heel extreem geval, om een huis moeten slopen. Ja, dan kan je natuurlijk niet een hoofddijkpost overlaten. Daar beslist alleen onze dijkgraaf over. Dus die moet naar Tiel. Maar ja, zo kan je dus voor alle gevolgen kan je in dit matrixje even kijken. Doe ik het zelf of laat ik het de beslissing over aan ons WAD? En WAD ook WOT en WBT natuurlijk. Ja, in dit geval, maar hij mag zelf aan de slag. We hebben daar een speciaal doek voor. En onze wachtcommandant, ja, in dit geval is hij tijdens een oefening op een dijkpost, overlegt welke maatregelen ze kunnen nemen. En ze gaan hem afdekken met doek. Nou, vervolgens wordt de locatie wordt in Vliwas ingevoerd. En de gebeurtenis wordt in Vliwas ingevoerd. Hier staat de gebeurtenis, daar is de locatie aangegeven. En er wordt een maatregel aangehangen. En het programma weet zelf gelijk, als je een bepaald object aanklikt, wie daar voor verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de maatregel. En we kunnen later ook de status van de maatregel bijhouden. Met dat die uitgevoerd is, kunnen we dat ook zien. Vervolgens wordt de maatregel uitgevoerd. Nou, hier loop ik even snel doorheen. We hebben voor een aantal standaardmaatregelen hebben wij procedures bedacht. Even de uitgangspunten voor het neerleggen van dat doek om die schade af te dekken. In eerste instantie wordt het doek uitgerold, vastgezet met pinnen. Met de stroom richting, tegen de stroomrichting in uitrollen. Met allemaal standaard doeken. Nou, die moet vastgezet worden. Zandzakken erop.
Maar dat wordt gezegd over mastworp, hoe je die dingen vast moet leggen, die zandzakken. Ja, dat komt allemaal uit oefeningen, dit soort informatie, wat we ermee moeten doen. Overlap. Uiteindelijk hebben we een heel het erosiegat afgedekt met doek. Veiligheid besteedt ook aandacht aan, dat is een belangrijk issue. Valbescherming. Nou, je ziet, we hebben alles geprobeerd te standaardiseren en dat is ook fijn als je op het moment dat je moet gaan oefenen. Nou ja, we hebben ook een voor de totale organisatie, dus niet alleen voor waterkering, maar ook voor waterkwaliteit en kwantiteit en wateroverlast, hebben wij een autoprogramma, een opleiding, training, oefening, programma. Nou ja, wat is het verschil een beetje te opleiden? Dat geeft, op het moment dat iemand een functie heeft, krijgt hij een basisopleiding. Dus dan doe je de kennis op. In de training doe je bepaalde vaardigheden gewoon continu herhalen. En in de oefening krijg je alles bij elkaar. Dat je gewoon kijkt of je capabel bent voor je taak. Even de cijfers van onze dijkbewakingsorganisatie. Nou, je ziet, we hebben best wel veel, namelijk ook bij de wachtcommandant, zitten we hier al 45 man. Zoveel dijkenkennis hebben wij gewoon niet in de organisatie. Ik heb net gezegd, onze wachtcommandant is een deskundige op het gebied van dijken. Nou, dat is niet altijd het geval. Er zitten ook projectleiders baggeren in bijvoorbeeld. Omdat die als competentie hebben dat ze goed een aannemer kunnen aansturen. Dat ze goed met mensen om kunnen gaan. En we kijken puur naar competenties. En in oefeningen en trainingen proberen hun de vaardigheden wel bij te brengen. Nou, je ziet met name, er zijn er nu nog 250. We hebben vanochtend gehoord bij de presentatie van Casper dat een lengte van een dijkvak 5 tot 7 kilometer zou mogen bedragen. Nou, op het ogenblik zijn onze dijkvakken 20 kilometer lang. Dus we gaan nu proberen terug te brengen naar 10. Dat is een voorstel. Ja, dat betekent wel dat je hier natuurlijk een verdubbeling gaat krijgen. We hebben er geen 250, maar 500 man patrouillelopers. Even voor het idee. Nou goed, dan hebben we opleidingen. Nou, je ziet, we hebben een x-aantal opleidingen voor de functies en de basisopleiding. Heel Kim dijkbewaking is hier voor patrouilleloop, dat zijn we nog verder aan het implementeren. Nou ja, zo hebben we een aantal opleidingen en trainingen. Onze trainingen, die willen we ook jaarlijks gewoon doen. En de oefeningen. Met name dijkbewakingsoefening, zie je dat ook gewoon voor iedereen verplichte kosten is. Stel dat natuurlijk allemaal verplicht, die oefeningen en trainingen, want wij zeggen ook bij de brandweer, als jij daar niet oefent, mag je ook niet een brand blussen. Dus mensen die bij ons de dijk op gaan, zijn wel verplicht om mee te doen met heel het programma. En ze niet worden ze op aangesproken en uiteindelijk worden mensen gewoon gezegd dat ze niet meer welkom zijn in het dijkleger. Wij willen gewoon getrainde en geoefende mensen op die dijk hebben. We hebben ook bijna wel, maar zeker ben je natuurlijk nooit, maar wel verzekerd bent van een goede connectie. Iedereen. Ja. Je had ook een vraag? Ja. Oké. Okay. Nee. De opleiding geldt voor iedereen. Dus ook vrijwilligers worden gewoon. Onze dijkbeheerders zijn de contactpersoon voor de vrijwilligers op een dijkpost. Die gaan even met de vrijwilliger praten. En op het moment dat die niet komt, dan nemen we gewoon afscheid van elkaar. Ook de medewerker moet zich afmelden bij het afdelingshoofd. Bij zijn eigen afdelingshoofd. Ik ga daar niet tussen zitten. En afdelingshoofd meldt de persoon bij mij af. En die reden houdt hij maar voor. Dat hoef ik het verder ook niet te weten. Ik weet bij iedereen in de organisatie wat problemen ze hebben. Nee. Begrijp ik hieruit dat op het moment dat je bij jullie als waterschap komt werken, dat je verplicht bent om deel te nemen aan die dijkbewaking? Het is een verplichting bij ons, ja. Maar ik maak er geen gebruik van. Omdat ik met name gemotiveerde mensen op de dijk wil hebben. En niet iemand die met zo'n sik, desnoods nog met een vrijwilliger, met een bewoner op die dijk zou moeten lopen. En daar heel zijn gal zou gaan spugen. Dus wij kiezen ervoor, voor ons nog in ieder geval, met vrijwilliger eigen medewerkers. Dat is dan een motivatie of een gedragsprobleem. Maar wanneer we even terugkijken, een aantal plaatjes terug, waarbij behoorlijke aanslag wordt gedaan op de hoeveelheid eigen medewerkers. Hoe doe je dat in een langdurige situatie? Wil je? Dat gaat niet echt. Nou, ik zag op een gegeven moment staan 124 of 128. 126 eigen medewerkers. Eigen medewerkers, daar zitten ook de touwers bij. Klopt.
plus de dijkpostcommandanten. Alles bij elkaar opgeteld, daar zit je op. Ja, bijna 300 man bij elkaar. En heeft het waterschap is dat zo'n grote organisatie? We hebben 700 man in dienst. Dus kun je fulltime bezitting gedurende 14 dagen of 3 weken kun je volhouden op die manier? Ja. Dat is wel de bedoeling. We werken in 2 shifts. We hebben ook alles in 2 shifts ingedeeld. Dat in de fulltime 24 uur kunnen wij, of het echt gaat lukken. De vermoeidheid speelt natuurlijk op een gegeven moment een rol. Wij gaan er wel vanuit dat het moet. Ja. Ja. We hebben nu, onze berekening is nu dat wij voor de patrouillelopers 3 shifts indeling hebben. Dus dat ze 8 uur lopen. We gaan terug naar 12 uur. We worden nu 2 keer 12, want anders wordt dit gewoon 500 man. Maar naar 2 keer 12 gaat, dan kunnen we dat nog enigszins beperken. Jullie vragen voor de inzet van de dijkwachten zelf ook 12 uur inzet? Ja. Nou, deze twee zit geen verschillen. Het enige verschil wat er wel in zit, is dat we tot fase 1, totdat we in de normale situatie, gewoon een 12 uur situatie zitten. Dus nog niet 's nachts werken. Dan werken we alleen met eigen mensen. En deze komen alleen in fase 2. Het overschakelen naar 24 uur bezetting, dan gaan we met externe werken. Maximaal een week inzet, verwacht ik. Ja, meestal is dat wel een gemiddelde duur. En wanneer jullie nu straks teruggaan van, ik meen 30 kilometer naar 20 naar 10. Welke gevolgen heeft dat? Dat heeft als gevolg dat je dan veel meer mensen gaat krijgen en meer patrouilles. Dus dan worden het aantal patrouillevakken wordt verdubbeld. En hoe gaan jullie dat oplossen? Met eigen medewerkers? Of eigen medewerkers en met vrijwilligers. En dan kan er waarschijnlijk wel komen dat we een verplicht karakter gaan geven aan de invulling van dijkwacht. Nou, tenslotte evaluatie en aanpassing. Nou, we hebben net een werkprocedure gezien. Dat is vaak een werkprocedure, is vaak een input in een oefening. Dat is een oefendoel. We gaan kijken, functioneert de werkprocedure? Meestal komt er wel een puntje bij de evaluatie uit van pas hem links of rechts aan. Hè? Bijvoorbeeld net die Basworp, die zat er in eerste instantie hier. Nou, die is bij een oefening uitgekomen. Vervolgens wordt de werkprocedure aangepast. Dan heb je weer een vastgestelde werkprocedure. En die wordt weer in de volgende oefening ingebracht. En zo gaat het bij al onze werkprocedures, maar ook processen. En alles wat we binnen de organisatie hebben, wordt het op deze manier gewoon continu deze cyclus doorlopen. Zodat we elke keer naar een steeds verbetering gaan. Nou, tot slot, om de mensen ook een beetje betrokken te houden, zeker de externe vrijwilligers, want die hebben 2 keer per jaar een contactmoment. Dat is een opfriscursus, dijkbewaking en een oefening. Hebben we 2 keer per jaar een nieuwsbrief. En wij geven al een x-aantal jaren. Het is begonnen met een van onze voorgangers, Alblasserwaard 5 Herenlanden, een handboek dijkbewaking uit. Wij tegenwoordig bij heel veel waterschappen ook al. Gebruik. Ja, nou, dat was mijn verhaal. Als jullie verder geen vragen hebben, dan heb ik een vraag aan jullie. Dat speelt nu, we hebben nu die verdubbeling. Nou ja, dan gaat ons afdelingshoofd gaan vragen van ja, hoe vaak moeten we nou op 1 locatie komen? Ja, eigenlijk van hoe snel ontwikkelt een faalmechanisme zich tot een kritische situatie? Dit ligt natuurlijk wel aan basis van hoe vaak je per dag moet patrouilleren. Even voor de microfoon. Als je wat wil zeggen, doe even je vinger omhoog. Dan kom ik zo snel mogelijk met de microfoon naar je toe. Nou, ik ben blij dat we. Ik vraag me even af hoe hoog hoogwater in dit geval is. Nou, oké, laten we uitgaan dat we rond MAW zouden zitten. Hè? Ja, oké. Als de dijk hoog genoeg is, dan kun je denk ik volstaan met 1 keer per dag. En als de dijk breed en sterk genoeg is en er geen scheuren ontstaan, dan kun je ook met 1 keer per dag volstaan. Maar met zand bijvoerende wellen, dan moet je er denk ik wel 1 keer of 3 per dag langs.
'S ochtends voor het avondeten nog een keer en zo mogelijk ook 's nachts met grote bouwlampen of andere soorten middelen om 's nachts wat te kunnen waarnemen. Dat is mijn idee. Ja, en verweking en andere... Verweking denk jij dat het één keer per dag voldoende is? Alleen voor Zandvoorde wel. We hebben natuurlijk best wel Zandvoorde voor het wel gebied. Vindt, ja. Komt van ons veel voor. Verweking, als je bedoelt verweking van het dijklichaam, dat zal leiden tot een afschuiving. En in eerste instantie tot een scheur. Dus één keer per dag. En als je het hebt over verweking in het achterland, wat tot ja, misschien extra opbarstverschijnselen kan leiden, dan geldt nog steeds die 3 keer per dag, naar mijn idee. Ik weet dat het bij ons is afhankelijk van de waterstand, zeg maar, in de lek. Ja, hoe vaak we die inspectie gaan doen. Dus komt de stand op een bepaald niveau, ja, dan gaat ook die inspectie omhoog. Qua aantal keren per 24 uur. Ja, waar is dat op gebaseerd? Dat is waar ik naartoe wil. Want wij gingen ook maar gewoon, heel hoog water doen we 4 of 6 keer per dag, per etmaal. Maar wij denken gewoon van, nou, dat die ontwikkeling van het faalmechanisme, dat je moet dat ja, voorzorgen. Ja, die zal dan groter worden. Hoe hoger de stand, ja, dus, ja. Hoe groter het, de kans op het falen. Dus ja. Tijdens de inspecties. Mm-hmm. Dat ligt toch ook aan wat ze tegenkomen tijdens de inspectie. Ze moeten het voor de eerste keer signaleren. Dan gaat het om. We hebben vanochtend gezien, op het moment dat je de zandvoerder wel niet signaleert, dan kan het vrij snel misschien uitgroeien tot een flinke piping en misschien wel een doorbraak. Moet het zo snel mogelijk de zandvoerder wel constateren. Dat is eigenlijk die ontwikkeling van zo'n faalmechanisme. En dat je iets gesignaleerd hebt, dan kan je gaan monitoren. Dan kan je het al. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het bij ons wel zeker 3 keer. 3 keer op de dag zelf geïnspecteerd. Overdag? Ja, overdag. En 's avonds ook wel. Schieland en de Krimpenerwaard. En ik ben. Verleden jaar heb ik bij Groot Ammers. Heb ik een dijklege oefening mogen aanschouwen bij jullie. En het is heel erg gestructureerd wat jullie jullie dijklege is in ieder geval heel gestructureerd bezig. Dat de mensen het goed doorgeven. En ook de faalmechanismen. Want bij jullie wordt het allemaal digitaal digitaal opgeslagen en dergelijke. Mm-hmm. Ja. En dan hou je wel makkelijk ook de faalmechanismen. Ja. Ja, oké. Okay. Ik zeg wel eens, Hans heeft 3 kindjes, 2 thuis en de calamiteitenorganisatie op het werk. Dus hij is er erg zuinig op. Dank je, ja. Zullen we gewoon naar de volgende stelling gaan? Nou, wij hebben standaardisatie. Ja, wij merken... Ik begin dank voor de opmerking, maar over die processen die wij hebben, standaardisatie. Oh nee, wacht, sorry. Even niet goed. Samenwerken tussen de waterschappen, hè? Daar zitten we wel eens naar te kijken. Die standaardisatie die wij hebben. Nou, alle waterschappen een beetje dezelfde systematiek gaan voeren. Dat is mijn stelling, van dan leidt dat sneller tot een hogere kwaliteit. Knikken kan ik niet in de microfoon vertalen. Nadat wij bij jullie zijn geweest, hebben we wel gezien dat het best wel verstandig zou zijn om inderdaad wat meer samen te werken. En allemaal dezelfde, dat het gestandaardiseerd is, dat iedereen gewoon hetzelfde. Het is wel, iedere kering is wel anders, maar wel dat je dezelfde werkzaamheden toepast of de controles. Ik denk dat het gewoon waar is. Wat denk ik belangrijk is om dit vooral uit te dragen. Hoogwaterveiligheid, dat is een zorg van ons allen en dat moeten we samen doen. Dus gooi hem de volgende keer er gewoon weer in. Hoe bedoel je de volgende keer er gewoon weer in?
de volgende keer dat je weer een presentatie geeft over hoe het bij Rivierenland is georganiseerd of dat er vragen worden gesteld. In de zin van, kun je een keer komen vertellen hoe het bij jullie in elkaar is gezet, de hoogwaterveiligheid en de oefening en de inspecties. Ik val wel. Ik werd eventjes misleid door 8 formulieren. Ik dacht eventjes, het was allemaal op papier, maar nou, gelukkig dat het digitaal is. Niet voor de patrouilleloper zelf? Dat niet? Nee. Dat wordt even onderstelling. Ja, ik zat eigenlijk meer aan, tegenwoordig sneller, minder overkloppen, sneller in de organisatie brengen. Dat je die formulieren in een soort appje zet en dat je dat juist kan synchroniseren en veel sneller naar die post gaat brengen. En dat je eigenlijk in dat appje ook, ja, dan ga je bijna weer die inspectie doen, maar dit is echt op inspectie lopen. Is dat niet iets om zoiets te ontwikkelen? En dat is volgens mij veel sneller uit te reiken naar alle waterschappen. En ik zie daar zie ik dan een heel groot voordeel in, omdat die gegevens sneller op de baas zijn, weer niet over hoeft te kloppen. Ik kan ook gelijk een fotootje meesturen. Dus, ja. We zijn bezig op zo'n, zo'n app. Dan zie ik er een geweldig groot voordeel in. Oh ja. Ja, ik weet niet of ik nu vooruit loop op de volgende stelling. Ik vang net even gauw op. We zijn bezig met een app. Iets als ArcGIS Online. Doet dat een belletje rinkelen? Want dat is iets waar we bij Schieland en de Krimpen en Waard best wel druk mee bezig zijn. Vooral in de calamiteitenorganisatie. Dat je gewoon eigenlijk binnen live kunt zien wie waar is. Dat je direct foto's doorgestuurd krijgt van de situatie. En dat je op die manier dus een actueel beeld hebt van wat er buiten speelt. En de enkele proeven die we tot dusver gedaan hebben, bewijst dat wel echt heel erg zijn meerwaarde. Dus ik weet, ik heb geen idee van jullie app, maar ArcGIS Online is er al. Ja. En biedt wellicht op korte termijn mogelijkheden. Met betrekking tot die digitalisering van de incident, zoals wij ze noemen, daar zit één manco in. En dat is het, we maken gebruik van het openbare net. En op het moment dat je een hoogwatersituatie krijgt, die vraagt zoveel van telefoontjes en internet, dat de zaak plat komt te liggen. Dus ik denk dat er iets anders voor moet komen. Ja, ik had die stelling al aanzien komen. Dat is wat we inderdaad zeggen. Wat hier wat je zegt van mobiel werken, dat is helemaal de toekomst. Daar is denk ik geen discussie over. Maar netwerken raken overbelast. Dus wij denken nog steeds dat alles analoog toch geborgd wordt. Theo. Ja, zelf ben ik ook al bijna van het begin af aan betrokken bij die inspectie. En daar wordt wel alles digitaal opgeslagen, maar in principe gewoon nog met een kabeltje van je laptop overgezonden naar je pc. Dus heb je internet niet echt nodig. En nu zijn we ook wel bezig met een app waarbij we als randvoorwaarde wel hebben dat het aan de ene kant moet die online kunnen zijn, met het internet kunnen communiceren. Maar inderdaad, als het internet de netwerken uitvallen, dat je nog altijd je gegevens kan overzetten naar je pc. Want ja, maar dan ben je niet meer zo slagvaardig als net achter werd geroepen. Nee, maar ja, van verbinding. Ja, maar tuurlijk, dat heb je altijd. Maar als er een formulier ingevuld wordt buiten, dan duurt het ook nog even voordat hij op de wachtpost is. Maar daarom hebben wij dus voor onze patrouillelopers hebben allemaal een satelliettelefoon. Ja. Om dat probleem voor te zijn als we uitval krijgen van mobiele netwerken. Dat we altijd communicatiemogelijkheden hebben. En die satelliettelefoon werkt goed. Nu wel. Je zag in de training satelliettelefoons, sinds we die in hebben gevoerd, gaat het een stuk beter met satelliettelefoon. Ja. Ik wil wel even een kleine toelichting geven. Er zijn twee mogelijkheden.
Wij werken, ik ben van Nieuwland, wij werken aan diverse apps. En je kunt dan zeg maar offline werken met alles bij je. En als je dan bereik hebt, zend je alles over. Ook met al die formulieren. En dat is vooral ook in de grensstreek. Zoals als je bij Duitsland zit, dan zit je op Duitse net. En dat is ook niet waar mensen blij van worden. En het tweede is, als je in calamiteitenregio's zit en in calamiteitenteams, dan kun je eigenlijk gebruik maken van de meldkamers. En de meldkamers doen het altijd. Die vallen het net niet af. Dat hebben wij ook in de veiligheidsregio. En we zijn ook voor de OOV bezig. En de veiligheidsregio Oost-Nederland. Dus er zijn mogelijkheden. Dus dat je net op die netwerken dan aansluit. Dat je toch kunt blijven communiceren digitaal. Dank je. Ja. Dit is eigenlijk een beetje antwoord op mijn vraag. Want die verbindingen het zijn gewoon van belang. En, maar mijn vraag is, van die satelliettelefoon, kun je daar ook dataverkeer over doen? Die wij hebben niet. Maar ik denk het wel. Ik ben geen expert op dat gebied. Maar... En dan zou je een probleem op kunnen lossen op die manier. Ja. Wacht ze nog wel. Die satelliettelefoon is heel goed voor positiebepaling. En of je wil overtanken of de satelliettelefoon is niet altijd nodig. Maar het ligt eraan ook hoeveel informatie je over tankt en wat dan aan prioriteit is. Dus er zijn allemaal keuzes mogelijk. Dus, maar je zou eigenlijk twee sectoren moeten combineren. Wat in de waterschappen gebeurt en wat in de, voor de veiligheidsregio gebeurt. Want heel veel dingen gebeuren samen. Maar dan in aparte richtingen. En eigenlijk net die calamiteitenoefeningen, al die dingen die je noemt. Dat is eigenlijk nou net mooi om met al die partijen samen mekaars innovaties te gaan gebruiken. Ja, nou, goede tip, dankjewel. Papier is misschien ook niet alles. Praktijkexamen, inspectie waterkeringen, wat jullie vanmorgen in de film zagen. 'S Middags om 4 uur begon het te regenen. Alle formulieren die we hadden, zelfs op watervast papier, waren onleesbaar en eigenlijk onwerkbaar bij de correctie. Dus papier is ook suboptimaal. Nog 5 minuten zijn? Ja. Andere kant. Nou, even als laatste. We hebben net al heel ons proces gezien. Nou, we merken nu, hè, bij de oefening, dat het voor een hoofddijkpost krijgt het formulier en dat werkt stroperig. Soms zijn echt een uur bezig met het invullen van een formulier, omdat ze echt, ja, ze worden gedwongen in een keurslijf te werken. Ja, soms lijkt het ook wel eens tot stroperigheid. Het ziet er allemaal mooi uit, man. Onze hofleverancier. Ja, ik had de eervolle taak om waarnemer bij de laatste Hovari te zijn, bij jullie. Waar heb je gezeten? Dijkpost of? Ja, Dijkpost, ja. Op kantoor. Ook nog 2 dagen, waarbij ik, wat mij opgevallen is, dat verschilt per groep die jullie hebben zitten. De ene groep, dat was enorm stroperig, terwijl de tweede groep, dat liep als een trein. Of dat vloeide als het water. Het heeft ook te maken met het soort mens inderdaad dat erachter zit, dat klopt. Ja. Ik vraag me even af hoe een formulier van 1 A4 stroperig kan zijn. Nou, nee, is toch vrij vlot over te typen of in te vullen? Je zag alleen maar dat gebeurtenisformulier wat een touw invult. Ik heb je bespaard hetgene wat een hoofddijkpost in moet vullen. Dat is echt van plaatsnaam, waar is het? Hij moet faalmegens, hij moet de tijdlijn bedenken. Daar zit een echt heel scala aan vragen achter. Voor de analyse van het probleem. En waarom is dat dan? Omdat wij in ons actieteam gewend zijn om de BOP-structuur te volgen. Beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming. En om daartoe komen, is er een formulier ontwikkeld waar je eigenlijk die stappen eigenlijk al doorloopt. Begin je gewoon op een dijkpost al met de beeldvorming. En eigenlijk al met de oordeelvorming. En als je op het moment dat je in het wat komt, is dat al behoorlijk voorbereid. En hoeven het wat verder niet zoveel meer gegevens te verzamelen. En is dat dan niet de kwestie van ervaring van zo'n hoofddijkpost? Ja, dat werd inderdaad. Ja. Ja, klopt. Dus de enige gaat er beter mee om dan een ander. Ja, maar we gaan het ook weer heel proces tegen de Lean-lab leggen. Ik weet niet of het begrip Lean bij jullie bekend is. Het gestructureerd maken van processen. Daar gaan we binnenkort weer mee beginnen. Om toch te kijken om nog even procesvoordelen te halen. Dat is wel weer een groot voordeel van
Als je een proces hebt, je kan met z'n allen, met een hele grote groep, kan je gewoon gezamenlijk continu aan het proces werken en continu procesverbetering doen. We wachten wel op termijn dat die stroop eruit hopelijk wel uitgaat. Ook niet bij iedereen hoor, die intentie hoeven we niet te hebben. Het dilemma van die vraag is een beetje, iedereen zegt alle vragen die erin staan zijn relevant. Als ik ze allemaal ga invoeren, ben ik te lang bezig. We hebben nog 2 minuten. Oh ja, ik kan ook gewoon. Als er geen vragen zijn, dan. Ja. Even op. Ja, ik ben zelf ook verantwoordelijk voor het dijkleger. En dat is bij ons een beetje, ja, de laatste 10 jaar hebben we er niks aan gedaan. Of ja, sinds 2011 maken we er gebruik van. Maar wat wij merken, en dat is niet heel negatief bedoeld, is maar dat het vaak gepensioneerden zijn. En die het een leuk baantje vinden. En met name bij ons met een droogteinspectie, als het lekker warm is, ja, over die dijken lopen. Maar Delfland. Ja, ik moet nu ook iets opstellen, maar ik zit wel een beetje mee van ja, hoe ga je daarmee om? Hebben jullie een maximum leeftijd van vrijwilligers? Nee, ik best wel. Aan de ene kant ben ik blij met oudere mensen, die kunnen ervaring meebrengen van het verleden. De enige eis die we stellen, je moet kunnen lopen. Ik bedoel, je moet een paar kilometer kunnen lopen. En sommige mensen van 72 kunnen hartstikke goed lopen. Waarom zou je daar geen gebruik van blijven maken? En bij ons is het gelukkig wel zo, we hebben jonge mensen en we hebben inderdaad ook ouderen. Bert heeft ook ruime ervaring, denk ik. Bert Smeets, waterschap Pelemaasvallei. Wij hebben ook veel dijkwachten. We hebben de afgelopen jaar 100 nieuwe geworven. Dat is ons ook, dat was de doelstelling. Dat hebben we ook gehaald. We zaten ook voor dat punt, moeten we iets ja, met die leeftijd. 70 jaar hebben we nu ingevoerd, komt een APK, wordt een soort rijbewijskeuring-achtig iets. En ja, die gaan we nu in april doorvoeren, want we willen niet de mensen ja, laten afhaken op leeftijd. Er zijn mensen bij van 70, die gaan nog aan ja, zijn raceauto over de dijk. Want ja, bij ons is alles te voet, maar er zijn ook mensen van 70 die kunnen niet goed. En nu hebben ze de vorige week of de week daarvoor allemaal een brief ontvangen. En er zijn inderdaad een stuk of 5 mensen, ja, wat ik zelf ook al in de gaten had, van ze kunnen het niet goed meer, conditie, fysiek. Ja, die hebben zich afgemeld, ze komen niet naar de keuring, maar de rest op zich wel positieve reactie. Ze gaan je toch geen leeftijdsdiscriminatie doorvoeren. Ja, daar is waar ik bang voor ben inderdaad. Wij hanteren wel een leeftijdsdiscriminatie. Wij, de leden die mogen worden aangenomen vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar. En zodra dat je 65 jaar bent, dan word je automatisch uitgeschreven. Ik ben zelf een heel groot voorstander om ook gepensioneerden deel te laten maken, omdat die juist heel erg veel tijd hebben. Heel veel mensen kunnen op de dag. Er zijn heel veel mensen nog met een hele goede conditie. En dat we zeggen van, ja, wat is dat nou voor een onzin? Dus wij passen het wel toe, maar ik ben er zelf inderdaad mee bezig van, joh, laten we zorgen dat juist de gepensioneerden, die zijn op de dag altijd bereikbaar. Ik heb soms een calamiteit, dan ben ik de jonge mensen aan het bellen, die zijn allemaal aan het werk. En er zitten er hooguit 10 van de 130 mensen bij, die kunnen direct weg van hun werk. Maar 9 van de 10 die zeggen, nee sorry, ik ben aan het werk, kan niet weg. Dus ja, ik ben er niet voor die leeftijd. We moeten zo langzamerhand gaan afronden. Ik zal het heel kort maken. Wij hebben inderdaad gepensioneerden en ook werkenden. En die gepensioneerden kun je altijd overdag inzetten. En op zich ja, werkt het goed. Daar zijn we uiterst tevreden over. Maar wij, tenslotte, dat is de reden dat wij in het weekend oefenen vaak. We hebben oefeningen vaak op zaterdag. Omdat mensen moeten werken en wij mensen dan wel willen laten. Bij daadwerkelijk inzet krijgen mensen gewoon 15 euro per uur. Ook die werken. De allerlaatste. Ja, waar ik benieuwd naar ben is of, want er kwam in een van de sheets ook langs aannemers die her en der ingezet worden om materieel aan te leveren, misschien voor reparaties of dat soort zaken. In hoeverre worden die ook meegenomen in de oefeningen? Als wij een uitvoerende oefening hebben, wordt dat gedaan door aannemers. Pure oefeningen wordt gedaan door de desbetreffende aannemer. Dus die worden gewoon volledig geïntegreerd in het proces.
En wij vragen ook een aannemer om zoveel mogelijk dezelfde mensen op dezelfde klusje te zetten. Oké, misschien nog een kleine anekdote over de leeftijd. Vorig jaar heb ik op een dijkpost afscheid genomen van iemand die 63 jaar lid was geweest van de dijkwachtorganisatie. En die toen zei, ik stop er maar mee. Goed, Hans gaat er ook mee stoppen. Dat moet ik met mijn rechterhand doen, geloof ik. Namens de STOA, hartelijk dank en een blijk van waardering voor deze workshop. Ik hoop dat jullie genoten hebben, wat opgestoken hebben en misschien elkaar wat meer gaan vinden in de praktijk. Ik heb vanmorgen al een gesprek gehad met Groot Zandland, zeg maar. Goede reis terug. Het zit erop voor vandaag. En tot ziens.